Goedemiddag. Het is maandag 21 januari, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. En ik zeg goedemiddag omdat ik nu pas de camera erbij pak. Ik ben nog vrij vandaag, laatste dag van mijn vakantie. Morgen moet ik weer gaan werken. En ik ben dus teruggekomen van wintersport afgelopen zaterdagavond. Ik was pas om 10:30 thuis. Gisteren en vandaag eigenlijk een relaxed dagje gehad. Alle vakantiezooi eigenlijk weer wegwerken. Vlog editen die jullie als het goed is inmiddels al gezien hebben. In 1 of 2 delen, want ik weet nog niet wat het gaat worden. Ik denk 2 delen, maar goed, dan hebben jullie afgelopen maandag en woensdag dat kunnen zien. Want het eerste deel wil ik sowieso vanavond online hebben. Het zou gisteren zijn, maar kost me toch iets meer tijd dan ik dacht. En ik moet ook gewoon even bijkomen van de vakantie. Want het was super leuk, maar fysiek heel inspannend. Dat is ook de reden waarom ik vandaag nog vrij ben. Dus ik heb mijn lunch daar klaarstaan. Ik ga er niet heel veel aandacht aan besteden, maar ik ga afvallen. Ik heb mezelf een doel gesteld samen met iemand van het skiën, mijn docent. Het is beter voor alles en voornamelijk voor mij natuurlijk. Dus ik ga eraan beginnen. Ik wil er niet te veel aandacht aan besteden, want ik wil er niet iets heel groots van maken. Ik ga het gewoon doen en het gaat me lukken. Verder heb ik vandaag dus nog gewoon lekker een rustig dagje waarin ik veel ga editen. Maar ook tussendoor lekker filmpjes kijken, opruimen. Nou ja, gewoon van alles en nog wat. En dan morgen weer aan de slag. Ik heb er ook wel weer zin in. Want al met al ben ik vanaf de feestdagen, of eigenlijk al de week voor de feestdagen, best wel veel vrij geweest. En dat was lekker. Maar een beetje ritme is ook wel weer fijn. En ga ik nu weer een beetje opbouwen. Dat was het. Dus ik ben er weer. En toen was het alweer avond. Ik heb lekker gegeten net. Boerenkool. Zonder worst en zonder spekjes dit keer. Dus we gaan er gewoon voor. De vlog is geëdit. Deel 1 staat online. Deel 2 komt woensdag. Echt superleuk. Echt zo gaaf om die beelden allemaal weer te zien. En het weer te herbeleven. Word daar helemaal blij van. En nu ga ik even de familie Kruis kijken op Videoland. Daar heb ik ook even zin in. Echt even gewoon lekker niks doen en kijken. En dan maak ik me op voor de werkdag van morgen. Ik ben benieuwd. Ik ben er toch 1,5 week niet geweest. En voor mijn gevoel al veel langer niet. Want ik heb het wel echt even kunnen verbannen, zeg maar, tijdens de vakantie. Dus ga eens kijken wat dat morgen brengt. Ik weet nog niet. Ik ga hem nog ik niet afsluiten. Zowel zie ik jullie morgen weer. En anders zie ik jullie straks nog wel even rusten. Hè? Tot morgen. Goedemorgen. De werkweek is weer begonnen, jongens. Het is weer maandag. Nog geen sneeuw gevallen hier. Ze zei gisteren code geel en weet ik het allemaal. Maar ik zie nog niks. Dus hopen dat het wegblijft. Ik heb wel even genoeg sneeuw gezien voorlopig, eerlijk gezegd. Nou, ik ga werken. Ik zie jullie vanmiddag. Goedenavond. Ben er weer. Nou, dat viel reuze mee. Ik ga ondertussen even het koffiezetapparaat aanzetten. Met die sneeuw. Vanochtend toen ik wakker werd. Ik weet niet of ik het er toen over gehad heb eigenlijk. Maar toen lag er dus echt nog niks. En toen ging het op een gegeven moment wel flink sneeuwen. Dat ik dacht, niet te veel. Want dat schiet niet op. En toen moest ik op mijn werk even voor naar een andere plek toe voor een overleg. En toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd of dat gaat. Maar dat ging eigenlijk prima. Er lag net een dun laagje, net zodat ik er wel met mijn rolstoel gewoon overheen kan. Want wordt het dik, wordt het echt zo'n laagje wel, dan is het alsof je door mulzand moet met die stoel. Dat is echt heel irritant. Maar dit viel reuze mee. Ja, in de binnenstraatjes met de auto was het even opletten. Maar voor de rest was het eigenlijk goed te doen. Dus dat is mooi.
Vanavond staat er op de planning Wie is de Mol? Ik moet nog 2 afleveringen terugkijken en dat moet ik echt even gaan doen. Want ik heb natuurlijk om me heen alweer van alles gehoord. Maar ja, dat is niet anders. Maar ik wil nu echt even de afleveringen terug gaan kijken, zodat ik kan meepraten met alles en iedereen en mijn molboekje kan gaan aanvullen. Dus dat staat er voor straks op het programma. Maar nu eerst even koffie zetten. Zo spannend. 10 Ja, ik weet het niet meer zo goed hoor, jongens. Ik ben nu de aflevering van vorige keer gezien. Niet de afgelopen keer, maar die keer daarvoor. En nu ben ik die van voor mij afgelopen zaterdag aan het kijken. Het wordt allemaal een beetje dat ik denk van wie dan? Maar het is wel echt super leuk om naar te kijken. Kijken jullie ook Wie is de Mol? Laat dan even weten voor wie jouw mol is, wat je ervan vindt. Nou, deel je mol talk bij mij, want dat vind ik echt super leuk om te lezen. Morgen, het is woensdag en ik vergeet helemaal te vloggen. Ik moet er weer een beetje inkomen hoor, zo na de vakantie. Dan heb ik daar natuurlijk, oh, veel licht. Daar natuurlijk ook wel gevlogd, maar ja, ik moet er gewoon weer even een beetje in mijn ritme komen. De sneeuw is hier in ieder geval zo goed als weg. Het ligt nog wel een beetje op de daken en op het gras en zo. Maar op de weg en op de stoepen en zo is het meeste weer weg. Gelukkig. Want ja, wintersport is leuk. Sneeuw is leuk. Maar sneeuw, als je niet aan het wintersporten bent, vind ik alleen maar lastig. En ik ben zo slecht te zien. Oh, daar ben ik weer. Ja, vind ik gewoon lastig. Want het is hier alsof je door Mulsanne moet rijden met je rolstoel. En dat vind ik gewoon niet fijn. Maar het valt tot nu toe hartstikke mee. Dus daar ben ik blij om. Ik heb nu. Oh, daar zie je net niks van. Want ik heb hem naar beneden geklikt. Deel 2 van de vakantievlog geëdit. Heerlijk nog even nagenieten. Echt superleuk. En dan ga ik hem straks online plaatsen. En dan begint het echte ritme weer. Zowel qua werk, qua vloggen, alles. Ik ben wel binnenkort jarig, dus dat is echt superleuk. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind het leuk om jarig te zijn namelijk. En dat is, vorig jaar heb ik het niet gevierd. Dit jaar ga ik dat wel weer doen. Dus ik ga straks even de uitnodigingen maken. En ja, kijken wie ik allemaal ga uitnodigen. En mensen een berichtje sturen. Superleuk. De lift wordt op dit moment gecheckt. Dus ik kan de deur niet uit. Dat duurt tot 12 uur. Het is nu 10:30. Dus ik moet nog even 1,5 uur uitzitten. En dan vanmiddag kan ik nog even naar buiten. En nog even naar mijn ouders. Want mijn neefje is daar. En die heb ik natuurlijk vorige week ook niet gezien. Dus daar wil ik wel echt even heel graag naartoe. Dus nou, ik check jullie Ik later ga even weer. de rest van mijn servies halen bij Albert Heijn tenminste. Ik heb die bakjes nog nodig. En ik heb die kaarten hier nog liggen, dus dat ga ik even doen. Kan ik gelijk even wat boodschappen doen. Ik heb echt zo'n luie dag vandaag. Ik moet echt weer een beetje op gang komen, merk ik. Maar goed, het is droog en het is vast koud, maar geen sneeuw meer. Dus dat moet allemaal prima kunnen. Dus dat ga ik even doen. Deel 2 van mijn vakantievlog staat online. Dat is helemaal gelukt. Dus daar ben ik ook blij mee. Echt leuk om dat allemaal weer terug te zien. Heerlijk, die herinneringen. Nou, ik ga even op pad. En dan zie ik jullie straks weer. Laat ik even zien wat ik Nou, heb weet je gehoord. wat? Balen is het wel. Want ik ben net terug van Albert Heijn. En nu hebben ze die bakjes niet meer. Dat is het enige wat ik nog moet hebben. 6 van die dingen. Maar goed, ik ga het online proberen. Want daar kan je ze reserveren, heb ik net begrepen. Dus dat ga ik straks even proberen. En dan hopen dat dat goed komt. Ik laat even zien wat voor boodschappen ik heb gekocht. Ik heb een halfje bruin gekocht. Paprika's 3. Oh, dan moet ik wel goed blijven richten. Ik heb nog een beetje spierpijn, jongens, van skiën. Snoeptomaatjes. 2 potjes olijven met knoflook. Een pot kerstbeka-augurken. Daar zit zoetstof in plaats van suiker. Blauwe bessen. En een pakje kipfilet en een pakje rookvlees.
En dit is nog een potje olijven, want daar had ik er 2 van. Ja, zoals jullie zien, gezonde boodschappen, nieuwe start. Ik ga ervoor. En nou, het zijn toch allemaal echt hele lekkere dingen, dus gaat helemaal goed komen. Welterusten en tot morgen. Goedenavond, jeetje wat erg. Ik ben vandaag gewoon compleet vergeten te vloggen. Verder zit ik nog niet nog in vakantiemodus hoor. Oh, wat erg. Vanochtend dacht ik van, oh, doe ik vanmiddag wel. Ik heb toch niet zoveel te melden. En daarna ben ik het gewoon echt helemaal vergeten. Maar goed, het is nu 8:15 en ik sta op het punt om naar dansles te gaan. Want dat is het eerste weer van het nieuwe jaar voor mij. Ze zijn 2 weken geleden al begonnen, maar ik sluit vandaag aan. Dus ik neem jullie wel even mee. Dan is er toch nog iets van vanavond. Heel suf van mij. Nou, we gaan. Nou, lekker veel gevlogd weer. Goed, ik moet er weer even inkomen, zullen we maar zeggen. Ik ben inmiddels weer thuis. Dansles was echt superleuk. Het was rustig, want heel veel mensen hadden afgezegd omdat ze het glad vonden op de weg. Maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Dus ik ga nu even hier mijn brood maken voor morgenochtend en dan lekker slapen. Dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga de weekvlog afsluiten, want vanmiddag begin ik weer na mijn werk met de weekendvlog. Ja, ik zou niet meer zeggen dat het een korte vlog is. Ik weet het ook niet, maar ik weet wel dat ik er in ieder geval weer even in moest komen. Dus mocht dit niet de beste zijn, dan spijt me dat. Dan komt dat wel weer. Weekend leuke dingen op de planning. Dus dat nodigt ook wat meer uit tot vloggen, denk ik. Maar voor nu bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want oh, er komen zoveel bij. We zitten bijna op de 200. Echt zo blij mee. Dus iedereen die al nieuw is, van harte welkom. Leuk dat je kijkt. En leuk dat je geabonneerd bent. En laat een reactie achter. Vind ik altijd heel erg leuk. Probeer er zoveel mogelijk op te reageren. En dan zie ik jullie in de volgende weekendvlog zal dat zijn.